Het is echt geen grap. Dit is het allervieste ooit. Hey, Noor is ziek. Keelontsteking. Papa, wat gaan wij vandaag maken? Spaghetti met gehaktballen. Lekker. Yes. En Olly, ga je dat ook eten? Olly heeft helemaal chocolade opgemaakt. Ga je hem gewoon? Ik ga hem onder. Vraag je niet af waarom we het over hebben? En hoe gaan we dat maken? We snijden een paar uitjes en een beetje knoflook, die gaan we fruiten. Dan gooien we wat bliktomaten bij en geroosterde paprika's. Die laten we lekker 10 minuten sudderen en dan maken we gehaktballetjes. Dat ga ik de volgende keer laten zien. Tenminste, zo meteen laten zien. Ja. Maar je vraagt me nog steeds niet waarom ik een zonnebril heb. Waarom heb je een zonnebril? Omdat ik uien aan het snijden ben. En als jij niet wil huilen als je uien snijdt... Lifehack of the day. Toch? Oké, okay, wat ben je nu aan het doen? Oh, gehaktballetjes. Dus daarvoor heb ik amandelen nodig. Ik ga een eitje, een uitje snijden. Een beetje ansjovis. En dan gaan we gehaktballetjes rollen. Zo groot als een walnoot ongeveer. Die gaan we bakken in olie en boter. Oké. Okay. Wat ga je nu doen? Oh, ik ben amandelen aan het fijn slaan. Dus ik heb gewoon een theedoek. Dan pak ik dit. En druk het in een bolletje en dan gaan we helemaal fijn malen. Die gaan in de gehaktballetjes. Hoi. Goed hè? Ja. Hoe ziet het er dan uit? Nou ja, nog niet helemaal klaar, maar... Nog even wat harder. Ja. Gewoon tot het allemaal kruimels ja, zijn. Ja, precies. Nu hebben we dat kruimelige. Ja. En de... ja, basically hier heb ik anchovies in en fijn gesneden ei. Olly, wat is er? Wat is er, schatje? Hey! Dus ja, dan doe je gewoon alles erbij. Ja. Oké, ik heb Bibi nu aan het werk gezet. Die maakt nu van deze vleesbonk walnootgrote gehaktballetjes. Oké, dus nog één keer anchovies. Almonds. Een beetje tijm, verse tijm. Een beetje peper. Een gesnipperd uitje. That's it, superleuk. Oké, okay, en hier, ondertussen hebben we een beetje water op met wat olijfolie. En hier zijn we dat prutje aan het inkoken. Het is belangrijk dat als je spaghetti saus maakt, of elke pasta saus, dat je daar echt de tijd voor neemt. Dat is eigenlijk belangrijk. Dus gewoon lekker laten pruttelen. Al die ingrediënten lekker laten sudderen. Nou, de pasta zit er nu in. En de saus is ook wel lekker aan het koken. En deze zijn ook al bijna goed. En wat moeten we nu nog verder doen? Ik doe een heel klein beetje basilicum in de saus. Dat is lekker. Ja. En ik kan wel een beetje staan. Met alle lekkere smaken voor Italiaanse. Ja. Dus ja, het gaat allemaal heel goed. Alright, cool. Ja, we kunnen het erin gooien. Yay! Het is helemaal beslagen. Echt? Ja. Was handig om te maken, hè? Dat is niet zo moeilijk, toch? Nee, ja. Het is helemaal... Toch? Ja. Oké, cool. So there we have it. Roasted spaghetti meatballs. Yay! Hey guys. Nou, zoals jullie zien ben ik ziek. En ik kan ook niet te veel praten, omdat mijn stem heel erg pijn doet. Maar... Sander en Bibi hadden echt super lekker gekookt. Dus we gingen zitten en we hadden er echt heel veel zin in. Sander helemaal een uur in de rij gestaan bij de Albert Heijn. En toen wilden we net gaan beginnen met eten. Toen haalde Sander, dit is echt geen grap, dit is het allervieste ooit. Zo'n grote worm, zo dik uit het eten. Dus Albert Heijn, thank you very much. Dit is echt een van de vieste dingen ooit. Ik kan echt... Sander, hoe vies was dit? Ja, fuck het smerig. Maar ik bedoel, ik denk dat het die... Basilicum was, ja. Want dat is zo'n plantje, weet je wel. Ja, dat kan gebeuren. Daar kan de Albert Heijn ook helemaal niks aan doen. Dat is gewoon... ja, dat kan gewoon. Maar echt heel vies. There goes our nice food.
There goes the nice food. Ik heb voor Ollie even maar even een pastaatje van Ella's Kitchen gemaakt. Snel. Ik heb wel nog een aantal happen ervan op en Ollie, Ollie ook. Dus ik kan het ook niet zo kort van het eten. Dus ja. Morgen gaan we maar bestellen.